Kinky mag ook wel een beetje, toch? Ja, vastbinden en dat soort dingen. Ja. Zo raar als mijn moeder tegenover me zit. Okay. Ik heb wilde seksfantasieën. Maar gelukkig. Ja, ik voer ze altijd uit. Dus zijn het er nog wel fantasieën? Ja. Maar ja, ze zijn wel het moet ergens beginnen. Wow. Ja. Ja. Tuurlijk. Wie niet? Oké. Okay. Altijd. Ja, ik heb wel fantasieën, maar moet ik ze wild noemen? Dat weet ik niet. Ja, af en toe. Ik ook. Nee, ik heb ze wel, maar wild denk ik niet. Nee. Ik ook niet. Ja, wat is wild? Nou, druk maar. Nee, heb ik niet meer. En ik denk die ik heb gehad, dat ze wel redelijk bevredigd zijn, ja. Ja. Maar ik denk dat bij mij de average persoon het wel als wild zou identificeren. Dus bij deze, ja. Als je dan zo brengt van, hè, iedereen heeft zijn eigen definitie van, ja, nou, oké, ja. Ja. Over welke seksfantasie durf jij eigenlijk niet te praten? Ja, maar als ik er niet over durf te praten, dan durf je toch nu ook niet over te praten. Dat heb ik niet zo last van. Nee. Nee. Ja, ik vertel het niet tegen iedereen, want niet iedereen hoeft dat te weten. Maar wat ik wel meestal vertel is, kijk, ik ben niet lesbisch of bi of zo, maar ik zou wel een keer met een vrouw proberen. Kinky mag ook wel een beetje, toch? Ja. Vastbinden en dat soort dingen. Ja. Zo raar als mijn moeder tegenover me zit. Nee hoor, snap ik wel. Ja, waar durf ik niet over te praten? Nee, maar ik weet niet. Ik ben best wel heel erg van de BDSM. Ik hou dus wel gewoon van als ik iemand een beetje pijn kan doen. Maar diegene daar wel van geniet, hoor. Mm-hmm. Kijk, tuurlijk, ik heb bijvoorbeeld gewoon als klein kind heb je dat al. En als volwassen man nog steeds heb je wel van die bad boy dromen. Dat je in een villa woont waar allemaal candy girls rondlopen en van waar je op handen en voeten wordt, snap je? Ja, dat je nog net niet met een staf loopt en dat je teennagels worden geknipt terwijl de ander weer je haar aan het doen is. Een pik de koptelefoon aan. Ja, dat is als je eens een keer, nou ja, voor mij, moet je hem hebben? Ja, dat weet ik niet. Is het heftig? Tuurlijk. Oké, geef maar. Nou, dat je dus ergens aan het werk ben, ik ben wel eens in opdracht ergens aan het werk, dat je dan een getrouwde vrouw, dat je daar wel eens fantasieën over krijgt. Het is hartstikke fout, maar ja, fantasieën zijn veilig, hè? Wat zou je dan met die vrouw willen doen? Alles wat lekker is. Fantaseer je tijdens seks wel eens over een ander? Oh ja. Over wie dan? Ja, het is niet toch over je ex, hè? Nee, nee joh. Ja, nee. Ik fantaseer niet over iemand anders. Nee, ik zal me schuldig daarover voelen, hoor. Waarom dan? Ik zit met iemand te doen, dan denk ik aan iemand anders. Nee. Nou ja, George Clooney. Oh, ik had een keer seks met een vriendje. En ik weet niet wat het was, maar ik voelde me gewoon niet echt meer tot hem aangetrokken. En toen dacht ik van, jongens, als ik niet over iets anders ga fantaseren, dan ga ik er gewoon niet komen. Ik heb dat in het verleden wel eens gehad, hoor. Ja? Ja. Toen ik wat jonger was, dan wil je gewoon meedoen aan het spel. En als je het kan krijgen, dan ben je al blij genoeg. Ja. Maar ja, dan lig je bovenop het draak van een meid en dan zit je ogen dicht om aan celebrities te denken van... Echt waar? Ja. Oeh, dat is gevaarlijk. Eerlijk? Nee. Nee? Patrick Swayze of zo, of Richard Gere, ja, dat soort dingen die komen nog wel voorbij, maar niet over, Een soort, of die man van 50 Shades of Grey, ja, die is wel echt, ja, die helpt. Ja. Nee, ik ben meestal wel... Ja, ik dus ook. Ik snap dus ook niet hoe dat eigenlijk mogelijk is. Nee, ik heb wel een ex gehad die dat wel had. Die zag het gezicht van de ex, terwijl ik met haar aan het weepje was. Dat vond ik wel heel moeilijk. Fantaseer je wel eens over seks met mijn vrienden? Lijp. Nee. What the fuck? God, nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is echt weird. Nou, met jouw vrienden? Ja. Nee. Ik wil wel zeggen, het zijn allemaal potten. Ja, nee. Ik denk dat het misschien confession time is. Hoe bedoel je? Ik heb het andersom wel gehad. Dat ik over bepaalde vriendinnen van jou seksuele fantasie heb gehad. Zo, we moeten toch eens over praten wie dat was dan. Ik denk... nee. Eeuw, oh, dat zou echt nasty zijn. Meen je dat nou? Ja. Oh man, ik denk dat mijn vriendinnen dat nou ook willen weten. Ja, als jullie het in de edit kunnen bliepen, dan wil ik het best aan tafel vertellen hoor. Ja, dat is goed. Oh. Ja. Ik heb... Nee, laat maar. Ik, nou, volgende. Wat is je allergrootste seksfantasie? Het mag zo wild mogelijk. In een kasteel. Hoezo een kasteel? Ja, gewoon in een kasteel. Ja. En dan met een zweep. En ja. Ja. Ik zat nog wel een keer met een hele geile postbezorger of pizza-courier of zo. Ding dong. Ik ben wel nieuwsgierig naar hoe het zou zijn met een vrouw. Dat is het. En jij dan? Ja, leuk. Een heel voetbalelftal of zo. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Oké, geef me die tunes. Ik ben de koning van Egypte. En naast mij ligt de koningin van Egypte. Het is warm, het is woel. En ik wil haar beminnen. Maar de koningin van Egypte heeft hoofdpijn. En wil niet gepenetreerd worden. En op dat moment klap ik in mijn handen en komen er 3 slavinnen. Prachtige, mooie Nubische vrouwen komen naar binnen, een beetje giechelend. En beginnen mij aan handen en voeten en aan geslachtsdelen te bevredigen. En de koningin van Egypte ligt naast mij. Ja, dat is toch wel mijn meest far-fetched idee waar ik gisteravond mee in bed lag. Jullie mogen in de komende 20 seconden zoveel mogelijk sekstuitjes opnoemen. 3, 2, 1, start. Doggy, missionaris, ja, pijpen. 69. Ja, dildo erbij en dan lekker neuken. Nou ja, even... Cowgirl of even boy. Een paar... Stop. Oh. Wacht even. Even... Spuiten. Nee, even, want anders staat het hele programma voor het scheut. Spuiten en Slikken? Ja? Oh, ja? Vinden jullie het leuk, dit Spuiten en Slikken? Geef dan een duimpje omhoog. Volg en reageer. En volgens mij was het daar of daar. En wat leed bij... Spuiten en Slikken. Je zult er geen spijt van hebben.